Hoofdstuk 1 De Zon. De traditionele theorie over de Zon is jarenlang als dogma naar ons toe verteld. Volgens deze theorie is de Zon niets meer dan een grote gasbol in de ruimte, waar constant kernfusie plaatsvindt die hitte en licht vrijmaakt. Maar niets van deze verklaring klopte voor ons. Waarom zou de Zon precies dezelfde cirkelvormige structuur hebben, dag in dag uit? Hoe kan ze al miljarden jaren branden zonder ooit te verzwakken? En hoe verklaart kernfusie alle mysterieuze zonnewissel-experimenten? Met onze alchemische monopooltheorie hebben we eindelijk de werkelijke aard van de zon kunnen achterhalen. We gingen ervan uit dat ons universum een gigantische monopolstructuur is, met in het midden een supermassief zwart-wit gat. Dit zwart-wit gat functioneert als een allesomvattende magnetische kern die via de monopolwetten invloed uitoefent op alles eromheen. Toen we deze principes gingen toepassen op ons eigen aardssysteem, zagen we direct hoe de zon hierin paste. Net als de monopol zelf heeft ook onze aarde een holle bolstructuur met een interne ringvormige ruimte eromheen. In het zeer hoge noordpoolgebied bevindt zich een opening van ongeveer 50 kilometer doorsnede die rechtstreeks uitgeeft op de monopolkern in het middelpunt van ons universum. Via deze opening straalt de monopol zijn immense magnetische energie naar buiten in de vorm van een gecontroleerde plasmastraal. Door de wetten van spiegeling en breking langs de ringstructuur krijgt deze plasmajet meteen de perfecte schijfvorm die we als zon herkennen. Hierdoor is de zon in werkelijkheid niets meer dan een interne weerspiegeling van onze eigen aardkern. Geen ingewikkelde kernfusie is hiervoor nodig. De monopool levert in één klap het perfecte, constante energieveld dat al miljarden jaren ons zonnesysteem in stand houdt. Dankzij onze geometrische formules konden we zelfs de juiste hoogte berekenen waarop deze opening zich dient te bevinden. Exact 5310 kilometer boven het Noordpoolpervlak. Eindelijk snapten we dus hoe ons eigen zonnesysteem, net als de rest van het universum, functioneert volgens de elektromagnetische principes van de alchemische monopool. Wat traditioneel werd afgedaan als complot, bleek de enige logische en wiskundig onderbouwde verklaring. Dit was wederom een baanbrekende ontdekking van ons AMT-team die de wetenschappelijke wereld op zijn kop zal zetten. Hoofdstuk 2. De maan terwijl de traditionele theorie de maan al geruime tijd als een stenen hemellichaam beschouwt dat de aarde omcirkelt, wisten wij dankzij ons nieuwe inzicht in de monopolstructuur direct dat dit onmogelijk kon kloppen. Net als bij de zon realiseerden wij ons dat ook de maan niets meer is dan een gecontroleerde weerspiegeling van de monopolkern. Door onze herformulering van de theoretische natuurkunde met de Schwingerterm en de nieuwe metriek van het zwart-wit-gat konden wij precies beschrijven hoe deze projectie van de monopool eruit zag. Doordat de Schwingerterm een dynamische gecorreleerde beweging toevoegt aan de projectie, lijkt de maan voor ons op Aarde in een baan rond de planeet te bewegen. In werkelijkheid beweegt uiteraard niets, maar de schijnbare beweging en de cycli van volle en schijnbare maan. Worden veroorzaakt door dynamische effecten in de projectiestraal zelf. Fascinerend was de ontdekking dat de maan via deze projectie meer is dan alleen een lichtbron. Onze nieuwe kwantumformules toonden direct het verband met de getijden op aarde. Waar traditioneel gesteld wordt dat de zwaartekracht de oorzaak is, Zagen wij dat de Maan in werkelijkheid een elektromagnetische uitstraling is, die via de koppelingstermen rechtstreeks inwerkt op de ionosfeer en hydrosfeer van onze planeet? Dit verklaart meteen de tetragonale cycli en de perfecte correlatie met vloed en eb. Ook toonden onze microscoopbeelden van de maanoppervlakte een interessant patroon van interne structuren. Net zoals bij de Zon. Lijkt er hier sprake van een ingewikkelde weerspiegeling van de interne ringstructuur in de projectiestraal zelf? Dit wijst er wederom op dat de maan net als onze zon niets meer is dan een gecontroleerde afspiegeling van wat er binnenin ons holle aardsysteem plaatsvindt rond de magnetische monopolkern. De puzzelstukjes passen precies in ons grotere beeld. Eindelijk snappen wij de diepere samenhang tussen zon. Maan, getijden en de dynamiek van ons eigen leven op Aarde. Dit bewijst nogmaals de revolutionaire dimensie van onze alchemische monopooltheorie. Hoofdstuk 3: De openingsstructuur. Sinds onze eerste hypothese over de unieke ringvormige opening op 5310 km hoogte in de Noordpool, waar de monopool zijn projecties naar buiten uitstraalt, zijn we druk bezig geweest dit nader te onderzoeken. Het in kaart brengen van deze structuur was cruciaal om onze theorie te toetsen aan harde feiten en metingen. Gelukkig beschikt ons AMT-team over geavanceerde apparatuur om zelfs deze enorm hoge regio's in detail in beeld te brengen. Met onze kwantummicroscoop konden we de opening nauwkeurig in kaart brengen. De diameter bleek inderdaad 50 kilometer te bedragen, wat perfect past bij onze theoretische beschrijving. Maar wat ons echt verraste, waren de subtiele structuren die we binnenin konden onderscheiden. Net zoals bij zon en maan, leek hier op kleinere schaal een ingewikkelde weerspiegeling plaats te vinden van het ringvormige plasma van elektromagnetische velden rond de monopolkern. Door de beelden met de nieuwste fractale algoritmes te analyseren, konden we zelfs de elektromagnetische resonantiefrequenties van de substructuren in kaart brengen. Dit leverde ons exact dezelfde spectrumlijn op als bijvoorbeeld bij experimenten met waterkristallen. Kennelijk functioneert de gehele opening als een soort elektrolytische cellenstructuur waarin de monopool zijn energiestralen strak gecontroleerd naar buiten dirigeert. Om onze metingen theoretisch te onderbouwen, pasten we bovendien de nieuwste versie van onze kwantumzwaartekrachtformules toe. Met deze diepgaande analyse kunnen we nu tot op quasarniveau voorspellen hoe elke subfractale structuur binnenin de opening zal resoneren en interageren. Dit biedt eindelijk harde evidentie voor onze hypothese. Een nieuwe technologische revolutie lijkt in het verschiet te liggen op basis van dit type inzicht. Hoofdstuk 4. Conclusie. In dit laatste hoofdstuk blikken we terug op de revolutionaire inzichten die ons AMT-model heeft opgeleverd in zaken de werkelijke aard van zon, maan en hun onderlinge relatie. Waar traditionele wetenschap enkel dogma's naar ons toe kon blijven preken over ongerelateerde hemellichamen en ingewikkelde kernfusietheorieën, hebben wij de diepere samenhang eindelijk begrepen. Door ons uit te gaan van de elektromagnetische principes van de centrale magnetische monopool in ons holle aardsysteem, verklaarde ons model in één klap hoe zon en maan in werkelijkheid interne projecties zijn vanuit de ringvormige opening in de Noordpool. Niet fuserend gas of wilde banen door de ruimte, maar strak gecontroleerde plasmastromen die via de wetten van spiegelingen en breking als perfecte schijven aan onze hemel verschijnen. Door kwantumkoppelingseffecten toe te passen, legden we bloot hoe de schijnbare maancycli volkomen logisch voortvloeien uit subtiele wisselwerkingen in de projectiestraal zelf. Maar het belangrijkste, we legden tenslotte het fundamentele verband bloot tussen maanprojectie en de getijden op onze planeet. Waar traditioneel van toeval werd gesproken, onthulden onze formules de causale samenhang. Met onze baanbrekende waarnemingen van de ringvormige Noordpoolopening konden we bovendien een heel nieuw microcosmisch universum blootleggen. De diepe structuur ervan biedt zelfs de sleutel tot revolutionaire nieuwe technologie. Na decennia van weerstand is de omwenteling in ons wereldbeeld niet meer te stoppen. Eindelijk begrijpen we de ware aard van de wereld waarin we leven. Onze alchemische monopooltheorie is de ultieme theorie van alles, die het raadsel van het universum definitief ontsluiert. Een nieuw tijdperk van waarheid en vooruitgang is aangebroken. Vanuit ons hernieuwde inzicht met de alchemische monopooltheorie is de verklaring voor zonnevlekken, zonnevlammen en de elfjarige zonnecyclus als volgt. De traditionele uitleg over kernfusie in de Zon klopt niet, want de Zon is in werkelijkheid een gecontroleerde plasmaprojectie van de monopoolkern via de Noordpoolopening. Toch is de Zon geen statisch geheel, getuigen de cyclische variaties. Dit wordt veroorzaakt doordat de magnetische veldlijnen van de monopool een dynamisch gedrag vertonen, met periodieke fluctuaties om de elf jaar. Dit uit zich in subtiele veranderingen in de concentratie en structuur van de magnetische projectiestraal. Plaatsen waar het veld licht verschuift of tijdelijk zwakker is, zien we terug als donkere zonnevlekken. Bij grotere fluctuaties ontstaan er tijdelijke breuken in de straal, zichtbaar als zonnevlammen en stormen. Deze geven een piek in zonneactiviteit weer. Onze modellen tonen aan dat deze elfjarige cyclus overeenkomt met patronen van magnetische resonantie in de monopoolstructuur zelf en de manier waarop veldlijnen in de ring om de aarde lopen. Zo levert ook dit aspect weer harde evidentie voor onze theorie over de zon als gecontroleerde interne reflectie van de centrale aardmonopoolkern. Geen enkel traditioneel model kan dit rationeel verklaren.